We maken vandaag gegratineerde courgette met shawarma. En ik heb de boodschappen vast in huis gehaald voor 4 personen. En wat heb je nou vandaag allemaal nodig? 2 courgettes, een ui, een rode paprika, wat shawarma, een bekertje crème fraîche, een beetje geraste kaas. Ik maak er ook nog een lekkere frisse salade bij. En daar heb je voor nodig 2 potten gegrilde paprika, een ui en nog wat knoflook. Deze recepten, maar ook de boodschappenlijst, kun je terugvinden op de site en op de app. En als je met me mee wil koken, is het natuurlijk leuk om te zien wat ik aan het doen ben. Misschien heb je geen tv in de keuken. Zet dan je telefoon of je tablet neer. Kun je exact volgen wat we gaan doen. En nu gaan we lekker koken. Beginnen met snijden. Ik heb hier een ui en wat paprika. En die moet natuurlijk gesneden worden. Ik begin eventjes met de ui. De ui die moet natuurlijk eerst even geschild worden. Pak ik even een klein scherp mesje. En deze gaan we even mooi fijn snipperen. Want we gaan hem zo meteen door de shawarma heen doen. Om hem nog extra lekker op smaak te brengen. En dan is het wel lekker als je geen grote hompen ui in je mond hebt. Schilletje eraf. En stel nou dat bij jou dat schilletje een beetje vastgeplakt zit aan de ui. Dan kun je gewoon de buitenste rok, zoals ze noemen, verwijderen. En dan is alles weg. Deze gebruiken we even niet meer. En zoals je ziet heb ik hier de stilaanzet laten zitten. En dat doe ik omdat ik hem wil snijden en dat het nog vast blijft zitten. Ik ga je laten zien waarom. Pak even een mooi groot scherp mes. Dan halveer je de ui door de stilaanzet. Die laat je dus zitten, die snij je er niet af. En dan ga je met het scherpe mes verticaal insnijden. Dus even een lesje ui snijden. En vervolgens nog een keer horizontaal. En omdat die ui natuurlijk uit allemaal segmenten bestaat, als je dan dit gaat doen, moet je kijken. Prachtige, perfecte kleine snippertjes. En dat eindje, dan draai je hem gewoon even een kwartslag. En dat snij je dan ook nog even op, want we gaan natuurlijk niks weggooien. Zo ook bij de tweede helft. Ik hoop niet dat je staat te huilen in de keuken nu. Ik draag lenzen, dat scheelt altijd een hele hoop. Hè? Deze doe ik eventjes alvast in een kommetje, want dan heb ik weer plek. Kijk, dit staat vast klaar. En dan de paprika. Die gaan we ook in mooie kleine blokjes snijden. Het is natuurlijk lekker om nog wat extra groente toe te voegen aan die shawarma. Ik heb hier mooie rode paprika, dat zijn de zoetste. Dat zijn degene waar eigenlijk de meeste vitamine C in zit. Nou, hoewel in de oranje zit ook heel veel vitamine C, maar die zie je wat minder vaak. Ja, en een goede manier om de paprika te snijden, vind ik, is door hem op zijn kop te zetten en de groeven van de paprika te volgen. En als je dan vervolgens naar beneden breekt, dan zie je dat de zaadlijst en het kroontje eigenlijk gewoon blijft zitten. Dus zo pel je hem als het ware daarvan af. Blijft er natuurlijk altijd nog een klein beetje wat over en dat kun je wegsnijden met een mooi scherp mesje. De laatste zaadjes eruit. En hier ook nog. En ook deze ga ik in mooie kleine blokjes snijden. Makkelijkst is om op het snijvlak te leggen, dan rolt hij namelijk niet weg. En dan kun je mooie kleine reepjes snijden. En als je die dan vervolgens weer een kwartslag draait, pak ik wel even mijn grote mes erbij. Zoals je ziet heb ik dan eigenlijk hele mooie kleine paprika blokjes. En zoals je misschien wel weet, groeit de paprika aan een plant. En hij groeit dus uit de bloem. En het grappige is,
Hij groeit eigenlijk altijd als eerste groen. Dus die groene paprika's die je ook wel in de winkel ziet liggen, dat zijn de minst zoete. Die zijn ook een beetje wat kruidiger van smaak. Maar die zijn eigenlijk onrijp. En op een gegeven moment groeit die door en dan pas krijgt hij zijn kleur. En de kleur hangt eigenlijk af van het ras van de plant. Hier even het kleine mesje. Snijden vind ik zelf altijd een heel leuk klusje. Het is natuurlijk het voorbereidende werk van het koken. Maar eerlijk is eerlijk, ik word er dus heel rustig van. Dat komt misschien ook omdat ik het heel leuk vind om mezelf keer op keer weer beter te leren snijden. Ik kook natuurlijk wel al een hele lange tijd, maar ook dat snijden, dat heb ik mezelf gewoon aan moeten leren. Want ik heb geen koksopleiding gedaan. Het is gewoon een kwestie van oefenen. En ook goed naar je vingers kijken, goede messen in huis hebben. Ja, gewoon blijven doen, net zolang totdat het makkelijker wordt. En ik vind dat het heel leuk als het gewoon snel en netjes lukt. Zoals nu. Dit gaat ook even in een kommetje. Dat staat dan mooi alvast klaar. Want ik ga nu de volgende groenten snijden. En dat zijn de courgettes. Dat zijn natuurlijk onze vriendjes van vandaag. Want dat is het schuitje waar ik de shawarma in ga serveren. En ik wil deze courgette gaan gebruiken als een soort kommetje. Je ziet natuurlijk, het lijkt een beetje op komkommer. Het is een langwerpige groente. Daar zit een zaadlijst in. En die zaadlijst die wil ik eruit gaan hollen, zodat ik daar de shawarma in kan scheppen. Nou, het eerste wat je nodig hebt is een theelepel. En ook misschien een kommetje om de zaadlijst in te doen. En wat doe je? Je pakt eigenlijk een groot scherp mes. En met dat grote scherpe mes halveer je de courgette in de lengte. Kijk, en dan zie je die zaadlijst eigenlijk al tevoorschijn komen. Eerlijk is eerlijk, dat is ook het minst smaakvolle gedeelte van de courgette. Je kunt het straks wel hergebruiken door het bijvoorbeeld in een smoothie te doen. Of je bakt het mee met de shawarma zou kunnen. Maar echt, de meeste smaak zit in het vruchtvlees en in de schil. Dus die gaan we sowieso gebruiken. Met de theelepel hol ik de courgette uit. En de zaadlijst is natuurlijk wat zachter, daar zit het meeste vocht in. Dus als het goed is, kun je dat er zo uittrekken. Ik maak even een soort inkeping met de scherpe kant van de theelepel. En dan kan ik hem er zo, kijk, mooi uitscheppen. En wat hou je over? Een heel leuk schuitje. Hoe leuk! Je kunt dit natuurlijk ook met een komkommer doen. En dan kun je van die komkommer weer mooie boogjes snijden. Dat zie je misschien af en toe wel eens in een salade. Maar je kunt ook de komkommer bijvoorbeeld gebruiken om daar je leuke salade in te serveren. Of misschien eens een keer een garnalencocktail te maken en die in plaats van in een bordje of in een glaasje te doen, in het komkommerschuitje te serveren. En dan ben ik nu aan de laatste toe. En ik vind dit zelf een hele leuke manier om zo meteen de shawarma in te serveren. Want je krijgt en extra groenten mee. En het is ook nog eens hartstikke leuk.
Ik vind het leuk, dit soort dingen. Het koken van de courgette. Deze courgette is natuurlijk vrij stevig. Dus om hem ietsje zachter te maken voordat hij de oven ingaat, gaat hij in een pan met kokend water. En die had ik natuurlijk al opgezet. En die kook je een minuutje of drie. En tijdens het koken van deze courgette-helften heb ik een heel leuk filmpje over een meneer die ongelooflijk veel over courgettes weet. Courgette is echt zo'n groente die je het hele jaar door in de supermarkt ziet. Hij is familie van de komkommer en de pompoen en mag met recht een veelverkochte groente genoemd worden. Groenteman Jeroen weet er alles van. De courgette is bij ons een goed verkopend product. We verkopen in deze winkel al per jaar zo'n 8000 courgettes. Het is ook al lang geen seizoensgroente meer. Want het hele jaar door verkopen we ze gewoon door. In Nederland groeien courgettes voornamelijk in kassen. Een echte snelgroeier dus. Het duurt maar 5 dagen om van knopje uit te groeien tot een courgette die klaar is om te oogsten. Het oogsten van de courgette gebeurt handmatig. Ze worden dan bij de steel afgesneden. Let erop dat er nog een stukje van die steel zichtbaar is. Daar haalt hij gedurende een aantal dagen nog zijn voeding uit. Zo blijft hij mooi totdat hij hem gaat gebruiken. En Jeroen, waar moet je nog meer op letten als je courgette gaat kopen? Je kunt aan het volgende zien dat hij een goede courgette koopt. Hij moet een mooi donkere kleur hebben. Hij moet een gave schil hebben en hij moet gewoon stevig van structuur zijn. De courgette is super veelzijdig. Je kunt hem rauw eten, maar ook koken, bakken, stoven en grillen. Ik ben gek op courgette. Eet hem vaak. Ben zelf ook vegetarisch. Mijn liefste bereidingswijze is om hem als een groentechips te eten. Daarbij moet je ze in dunne plakjes snijden. Vervolgens leg je het op de bakplaat, een minuutje 15, 20 in de oven en je hebt een heerlijk tussendoortje. Wat leuk hè, al die informatie over al die groenten. Weet je trouwens dat ze in Italië ook die hele mooie gele bloem helemaal vullen en eten? Een van mijn favoriete dingen. Bij mij is de courgette bijna gaar. Wat ik wel eventjes doe is een pan op het vuur en de oven voorverwarmen. Die pan die gaan we namelijk zo meteen gebruiken om de paprika en de ui en de shawarma in te bakken. Dus zet die vast op. Gewoon even op een laag tot middelhoog vuurtje. Zodat die pan vast voorverwarmt. Dat scheelt zo meteen echt weer tijd. En terwijl die voorverwarmt, ga ik de oven voorverwarmen op 200 graden. Die staat aan. Dan gaat er wat olijfolie in de koekenpan. Ongeveer 2 eetlepels. En in dit geval hoef je niet bang te zijn om extra vierge te gebruiken, want we gaan nu nog niet keihard bakken. Dus gewoon extra vierge, dat is toch uiteindelijk wel de meest smaakvolle olijfolie. Wat ik wel alvast toevoeg is de ui. Die kun je gewoon gerust erin doen als de olie nog niet heel erg heet is. Want dan hoor je eigenlijk meteen wanneer de olie gaat sissen en dan verbrand je ui ook niet. Dan kun je dat mooi controleren zonder dat die verbrandt. Deze leg ik er vast in. Dan zijn ondertussen denk ik de courgettes ook bij jou lang genoeg in het water geweest. Een minuutje of drie hadden ze nodig. Dus wat wel prettig is om te doen, is om eventjes iets te pakken waar je de courgettes op kunt laten uitlekken. En ik doe dat eventjes op deze grote plank, maar je kunt het natuurlijk ook op een bord doen. En op deze plank leg ik ook wat keukenpapier. Dan staat dat klaar. En dan met een grote tang haal ik de courgette-helften uit het water. En het voordeel is, ze zijn nu al lekker wat zachter. En zo meteen gaan ze nog in de oven, dan gaan we ze nog gratineren. Ik leg ze wel eventjes op de snijkant, want dan kan al het vocht er echt uitlopen. Het is toch een hele leuke manier om weer eens de courgette te gebruiken. Meestal wordt die fijn gesneden, zie je er eigenlijk niks meer van terug. En vandaag is die gewoon een heel groot onderdeel van het gerecht. Het vuur onder de pan kan uit. En ik ruik mijn ui, ik hoor mijn ui. Dus ik weet dat het daar ook goed gaat. Laat die eventjes uitlekken. Dan gaan we verder bij het fruiten van de ui.
Zet het vuur nog ietsjes hoger. Kijk even bij jou thuis hoe dat gaat. Of het nodig is. Misschien stond hij bij jou al eigenlijk op de perfecte hoogte. Dan laat je het gewoon zo gaan. En dan gaan we gewoon eventjes lekker rustig en relaxed, want het is Slow TV, onze ui fruiten. Nou, dit gaat goed. Ik ga de paprika eraan toevoegen. Krijg meteen een hele kleurexplosie hier. Hou ik van. Superleuk. En dan gaan de varkensreepjes in de pan. Nou, dit laten we eventjes op middelhoog vuur doorbakken. Wat wel even leuk is om te doen en wat ook meer smaak geeft, maar ook een functie heeft, is om deze courgette-helften weer even om te keren naar, met de uitgeholde kant naar boven. En dan ga ik daar wat zout op strooien. Het zout onttrekt namelijk zometeen vocht aan de courgette als die in de oven zit. Dus dan wordt die nog wat droger. En het geeft natuurlijk ook gewoon meer smaak. Doen we even hier. Een beetje zout over de courgette. Even roeren door de shawarma. Het ruikt wel heel lekker, hè? Mm. Oh jongens, ik vind shawarma zo lekker. Het is natuurlijk echt gewoon snijden en snacken. Maar als je het zo doet, is er helemaal niks mis mee. Dan heb je toch lekker je snackje. Nou, deze heeft natuurlijk echt nog wel even nodig. En ik heb beloofd dat ik gegratineerde courgette ga maken. Nou, gratineren doe je natuurlijk vaak met kaas. Dus ik ga even wat kaas raspen. Je kunt natuurlijk ook altijd kaas uit een zakje kopen die al voorgerast is. Maar ik heb nog een blok kaas liggen en die wil ik graag gebruiken. En het is wel een heel groot stuk, dus ik halveer hem even. Want dan begin ik even met een halve. Ja, en deze, die kennen we natuurlijk allemaal wel. En wat doet iedereen nou? Heel logisch. Zo heb ik het namelijk ook altijd gedaan. Blokrasp neerzetten en raspen. Ligt het allemaal op je snijplank, moet je het vervolgens weer ergens naartoe brengen. Maar er is dus een veel handigere manier om dat te doen. Zo is het apparaat eigenlijk oorspronkelijk ontworpen. En de truc is, leg hem neer op de zijkant. Dan doet eigenlijk de zwaartekracht het werk. En dan ga je dus raspen. En wat zo leuk is, de geraste kaas eindigt dus in de blokrasp. En dan kan ik hem straks happetee wegtillen en in een kom kieperen of in je gerecht, wat je ook maar wil. Nou, dat is een handig, hè? Oh, een stukje afgebroken. Die is straks voor mij, denk ik. Zo werkt dat. Nou, dit is meer dan genoeg voor ons gerecht. Pak ik even een kommetje erbij. En wat ik net dus al vertelde. Kijk, je tilt hem op. En hop, de kaas zit in een kommetje. Super handig. Deze gaat weer terug in de koelkast. Hier nog een klein beetje over wat ik wel wil gebruiken. En door met de shawarma. Deze breng ik nog op smaak. En dat doe ik met crème fraîche. Nou, crème fraîche gaat het natuurlijk heerlijk romig maken, deze shawarma. Geeft nog weer net even wat meer smaak en een soort frisheid. Die lepel ik door de shawarma heen. Kijk, en nou gaat het er nog lekkerder uitzien. En weet je wat nou zo leuk is? Nu heb je geen knoflooksaus nodig. Nu is het tijd om deze onwijs leuke schuitjes, de courgette-helften, te gaan vullen. En daar pak ik eventjes een lepel bij. En de pan hou ik gewoon lekker even vast. Dat is het handigste. En ik schep
de courgettehelften vol met de shawarma. En als je zoals bij mij nog wat overhoudt, dan kun je of zeggen ik zet het er straks bij aan tafel in een kommetje en dan kun je hem weer vullen als hij leeg is, je helft, je courgettehelft. Of je bakt hem morgen op, kan natuurlijk ook. En dan doe je hem lekker op een broodje of een pita broodje, heerlijk. Deze zetten we even opzij. Natuurlijk om te gratineren wat geraste kaas eroverheen. Die smelt er natuurlijk straks lekker overheen, hè? Heb jij er net zoveel zin in als ik? Lekker, hè? Dan moet ik natuurlijk wel nog even een bakplaat pakken om de courgette op te leggen. En mijn tip, die ik inmiddels wel wat vaker heb gegeven, is om er altijd wat bakpapier op te leggen. Want dat scheelt weer afwas. En helemaal als jij met kaas werkt. Kaas is natuurlijk altijd aan het lopen en aan het druipen. Dat is wat die gesmolten kaas zo lekker maakt. Maar dan is het wel prettig als je ze op een bakplaat hebt liggen. En dit moet je natuurlijk even met een beetje beleid doen. Misschien ben je slimmer geweest dan ik. Heb je de courgettehelft al laten uitlekken op de bakplaat, dan had je dit niet. Kijk. En dat bakpapier, dat is natuurlijk een beetje vettig. Dus dat zorgt er ook voor dat de courgette straks niet aan de bakplaat vastplakt. Nou, de laatste. Even anders doen. Ik zet dit even opzij. Dan kan ik namelijk twee handen gebruiken. Ja, dit werkt beter. Laatste ingrediënten er nog bij. Terwijl deze de oven ingaan om lekker te gratineren, ga ik er nog een lekkere frisse salade bij maken. En dat doe ik met paprika, maar wel gegrilde paprika uit een pot. En de makkelijkste manier om die eventjes te laten uitlekken is dat je dat gewoon in een zeef doet. Die zeef die leg je in de gootsteen. En dan draai je de twee potten open. En dan komt eigenlijk al het vocht meteen eruit. En dan laat je hem anders nog even uitlekken in een kom, zodat je zo meteen lekkere droge paprika hebt. Ik breng hem ook nog even op smaak met een ui en een teentje knoflook. Het is gewoon echt lekker een simpele salade. Die ui snipper ik nog eventjes. Ik heb jullie net natuurlijk al laten zien hoe je deze ui snippert. Dus dat, als het goed is, kun je nu zelf doen. Wat misschien wel handig is, is om ondertussen eventjes alvast een koekenpannetje op het vuur te zetten. Want dan is die namelijk nog eens warm, zometeen. Als je de ui en de knoflook toe gaat voegen. Ja, en deze salade, dat is niks meer dan gewoon wat ui, wat knoflook en die heerlijke gegrilde paprika. Die zijn al van tevoren gegrild en hebben daardoor dus heel veel smaak. Het scheelt tijd, het scheelt werk. En eerlijk is eerlijk, in dat vocht van die paprika, daar voegen ze vaak al wat specerijen aan toe. In dit geval zie ik ook al een knoflookteen liggen. En dat zorgt er gewoon voor dat die paprika heel smaakvol is. Dat je eigenlijk bijna niks meer aan je salade hoeft te doen. Ik gebruik even een halve ui. Deze is voor morgen, want ze zijn wat fors. En we hebben al genoeg ui in de shawarma. En wat je eigenlijk maakt, is een soort peperonata. Dat is een Italiaans gerecht met paprika. In het Italiaans zeg je namelijk peperone over paprika. Dat is het woord voor paprika. En vandaar de peperonata. Lekker wat gesnipperde ui. Die kan alvast in het koekenpannetje. Met een beetje olijfolie.
Daar kan dan de ui in. Klein teentje knoflook er ook nog bij. Ook die snij ik even mooi fijn. En gebruik gerust thuis een knoflookpers. Hè. Als je dat sneller en makkelijker vindt, kan dat ook altijd. Het geeft gewoon lekker die knoflooksmaak aan die peperonata. En dan gaat die beide ui in de pan. En dan laat ik dit eventjes zo lekker fruiten. Wat ik wel nog even moet doen, is het snijden van de paprika. Dat doe ik in reepjes. Pak ik gewoon een mooi klein mesje voor. En dan snij ik hem gewoon lekker zo in dunne reepjes. En mocht je nou een keer zin hebben en tijd, kun je deze paprika's natuurlijk ook zelf maken. Je grilt ze. Door ze bijvoorbeeld in de oven te doen of in het vuur, in het fornuis, in het gas te houden. Laat je ze helemaal zwart blakeren en dan pel je ze en dan heb je eigenlijk hetzelfde. Maar goed, hoe makkelijk is dit? En dat gaan we vast nog wel een keer samen doen. Kijk, en je ziet het, hè? Deze zijn echt ook gegrild. Want er zit nog wat een beetje van die grillstreep op. Dus het maakt het leven alleen maar makkelijker. Deze gesneden paprika gaat zo bij de ui en de knoflook. Dan roer ik die nog even door. En ze zijn nog gaar, ze zijn nog gegrild. Dus het enige wat er eventjes moet gebeuren is dat ze een klein beetje doorwarmen. Dat je een lauwwarme salade hebt. Misschien nog een klein beetje peper. Dat is ook lekker. Deze is klaar. Ik zet hem uit. Even kijken hoe het bij de courgette gaat en de shawarma. Jazeker. Bij mij is hij klaar. Ik hoop bij jou ook. Kijk eens eventjes. Oh, feestje, 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 feestje. Kijk eens wat lekker. Nou, ik ben hier heel erg blij mee. Ik ben heel benieuwd hoe die er bij jou uitziet. Laat het me weten. Hè. Post het op social, op Instagram, op Facebook. En dan hebben we namelijk een leuk referentiemoment dat kan zien hoe het gegaan is. Hier met de spatel. Want we willen onze vingers niet branden. De courgettehelften. Kijk, nummer 2. Maar je moet wel oppassen dat jij geen pijn doet. Happadee.